Wat dacht u dat u het voor het eerst hoorde? Dat ze zo'n vent op moeten hangen. Alle viezerik. Ik heb zelf een klein kind. Ja? Ja, dat mag je rustig weten hoor. Het zijn gewoon schoften. Ja, hoe kan zo'n man niet zoiets doen? Dat is de reactie dat je denkt van, wat bezielt die man? Die is echt ziek. Van mij zouden ze hem best even hier een uur op de binnenstad op het Scheffersplein mogen zetten aan de schandpaal. Laat de mensen er maar op los. Het idee dat jouw buurman dat zou kunnen doen, daar sta je nooit bij stil. Dat kan niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er een van 2 en ook een van 14. Maar daar moet je echt niet aan denken als je dochter zoiets overkomt. Nee. Ja, die heb ik wel gekend. Want die zat altijd hier te spelen. En, maar ja, de laatste week zag je geen kind natuurlijk buiten. We hadden allemaal netjes binnengehouden. Allemaal angstig. Ik krijg daar kippenvel van. Je staat ermee op en je gaat eigenlijk mee naar bed. Het zit constant in je hoofd. Je rijdt met posters rond in je auto. Je let overal op of je er toch misschien nog ziet. Je houdt toch hoop. En nu is het echt gewoon klaar. Echt verschrikkelijk. Dan is het nog een politieagent. Hè? En dan zeggen de mensen van, joh, ga naar de buurman toe. Want dat is politie. Die kun je vertrouwen. Ik snap niet dat zo'n man een politieagent dat kan. Ik snap het niet voor zo'n meisje. Nee. Ik snap ook niet dat zo iemand tot een politiekorps toegelaten wordt. Hè? Dan, iedereen die tot de politie behoort, die krijgt een psychologische test. Nou, dan worden er toch fouten gemaakt.